Lakers. Let's go see the Killers and make out in the bleachers. I like you a lot, lot. Think you're really hot, hot. Let's go to the party, heard our buddies the DJ. Don't forget my lipstick, I left it in your ashtray. I like you a lot, lot. All we want is hot, hot. Boys, boys, boys. Nick, wat was voor jou de reden om je in te schrijven voor Mr. Gay Nederland? Mijn reden was denk ik omdat ik... Het viel mij op de laatste tijd dat, weet je, zoals vorig jaar zijn er heel veel aanmeldingen geweest van mensen die zeggen van, hé, ik wil wat betekenen voor de andere homo's of voor de jongeren, coming out makkelijker maken. En ik zat laatst te denken, ik denk, hé, het kan eigenlijk ook wel andersom. Ik denk dat je ook wel aan juist het niet het homovolk, zeg maar, kan laten zien van, hé, dit is ons wereldje en zo kan het ook. Want heel veel mensen hebben natuurlijk een idee of een beeld van, oh, gay pride, boten, naakte mannen, noem maar op. En denk van, nou, misschien ben ik ook wel een leuk voorbeeld om te laten zien van, hé, zo kan het ook. Gewoon iets neutraler, zeg maar. En waaruit blijkt dat dan in jouw leven, dat jij gewoon normaal bent? Wat normaler? Nou, ik probeer gewoon heel erg mezelf te spiegelen hierin, weet je. Ik ben eigenlijk echt een open persoon. En ja, ook wel heel direct. En ja, soms is dat misschien moeilijk. Kan misschien hard aankomen. Mm-hmm. Maar weet je, mensen weten wel wat ze aan je hebben. En dat vind ik prettig. Want ik heb ook graag dat mensen dat bij mij doen. En wie zou je dan willen helpen bijvoorbeeld? Of het hoeft niet per se helpen. Maar zeg je van, nou, ik zou me daarvoor willen inzetten. Stel, ik win die titel. Ik hoor Mr. Gay in Nederland. Waar zou je dan voor willen inzetten? Ik denk dat ik mij in zou willen zetten voor de mensen die moeite hebben met het accepteren van homo's. Mm-hmm. Denk ik. En ja, daar begin je over, want je bent zelf gelovig. Is dat dan een onderdeel daarvan? Ja, dat kan ook gelovige mensen omvatten, denk ik. Ja, want er zijn ook zeker wel met bepaalde religies natuurlijk waar je tegenaan loopt. Van, hè, nou, het is toch een moeilijk punt. Mm-hmm. Ja, uiteraard kan daar een boodschap aan zitten wat mijn visie daarin is, hoe ik dat ervaren heb en hoe ik daarmee omga. Maar ook gewoon voor niet-gelovigen denk ik dat dat ook een optie is. Daarvan, je hebt daar natuurlijk ervaring mee. Als je het binnen een kerkgemeenschap, als ik het maar even aanneem, als je daarnaar terugkoppelt, wat zou daarin veranderd kunnen worden dan? Oei, dat is een moeilijke. Ik denk dat heel veel mensen, of vooral speciaal binnen de kerken, zeg maar, dat er heel erg gedacht wordt van, hè, onze kerk is wel een goede kerk waar wij, nou ja, zo goed mogelijk de regels naproberen te leven. Heel goed, heel prima. Maar ik vind dat er heel vaak de gedachte wordt vergeten dat het geloof iets persoonlijks is. Weet je, het gaat om jouw eigen persoonlijke band met hoe jij het geloof ervaart en niet hoe de buitenwereld het ziet en hoe jij de regeltjes naleeft. Dat denk ik. Wat is je doel in leven? Mijn doel in het leven? Leren. Wat leren? Nou, ik bedoel niet de schoolboeken, maar ik vind het fijn om gewoon aparte ervaringen op te doen. Weet je, zoals net als mijn inschrijving hiervoor. Ja. Ik ging niet inschrijven met het idee van, yes, ik ga winnen. Uiteraard is het geweldig om bij de top 10 te zitten. Maar weet je, ik vind het gewoon een leuke ervaring om mee te maken. En ik denk dat die dingen heel veel wijsheden op kunnen brengen waar je anderen mee kan helpen. Nou, heel mooi gezegd. Je bent in ieder geval tot de laatste 10 gekomen, dus dat is zeker al echt een compliment waard. En wie weet waar het je nog verder brengt. Dankjewel. Dankjewel. We gaan het zien.